Roel Braas is in potentie misschien wel de beste roeier van Nederland. Maar het komt er constant net niet uit. Tijdens de Olympische Spelen in Rio lukt het niet. Maar ook tijdens het WK daarna. Waar onderdelen op het programma stonden die niet op de Olympische Spelen op het programma stonden. Lukt het ook weer net niet. En hoe dat komt, dat gaat als het goed is nu vertellen. Roel Braas. Ja, we zitten hier intiem in een klein sportschooltje. Maar we hebben dat natuurlijk expres gedaan, want dit is wel de plek waar je ontdekt bent, hè? Ja, klopt. Hoe ging dat? Dat was in sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. De Kloek in Middenbeemster? Ja. Daar kwam ik gewoon binnen als 15-jarig jochie om te trainen. Je wilde gewoon breed worden? Ja, ik had zoiets van, ik ben lang en dun. Dus ja. Ik dacht van, ik wil wat meer volume krijgen. Dus toen woog ik een kilootje of 90, 88. En toen dacht ik van, ik ga gewoon een beetje aan de gewichten hangen. Een beetje boeken lezen hoe ik dat moet doen. Dus toen begon ik met shakes, gewichten, 5 keer per week te trainen. En toen binnen een jaar, 1,5 jaar, woog ik 10, 15 kilo zwaarder. Dat was geen buikje, maar het waren de spieren. Nee, dat ging best rap, ja. Dus, Maar hoe werd je dan ontdekt als roeier? Toen vaak deed ik gewoon een beetje warming-up op de roeimachine voordat ik ging krachttrainen. En toen kwam er op een gegeven moment iemand naar me toe van, joh, heb jij zin om het nationaal kampioenschap te starten? Want dan kon je gewoon voor inschrijven. Dus toen dacht ik van, ik vond wel uitdagingen wel leuk, ook toen al met krachttrainen. Maar je wist al dat jij heel goed kon roeien? Toen? Ja, anders had je niet gevraagd, toch? Ja, hij zag natuurlijk de scores. Je zat zo'n dingetje op te kijken, zo. Ja. Ja, dus hij zag de scores die ik deed en hij zag een beetje aan mijn techniek, dus hij zag daar wel wat in. Ja. Dus toen zei ik van, prima, we gaan het gewoon doen. En toen was een week of 3 later was dat NK. Uiteindelijk bleek dat jij het lichaam had om een top roeier te worden. Ja. Maar dat is er tot dusver nog niet helemaal uitgekomen. In potentie zit hier een gouden medaillewinnaar, toch? In potentie wel, maar de verschillen in roeien zijn gewoon heel klein. En er zijn gewoon momenten geweest waar ik gewoon medailles heb gehaald. Alleen de afgelopen spelen niet. Dat is gewoon heel zuur. Dat is zeker waar. Maar, je hebt ook een heel moeilijk jaar achter de rug, hè? Het jaar daarvoor was wel moeilijker. 2015, belangrijk voorbereidingsjaar. Ja, in 2015 toen zat ik in de skif. En toen werd mijn vader in april ziek. En toen werd er alvleesklierkanker geconstateerd. En toen begon hij aan chemotherapie. En toen, vanaf het moment dat het geconstateerd werd, tot 7 weken later overleed hij. Heel snel dus. Ja, dus het was een soort van rollercoaster waar ik in zat. En het is gewoon van goed hard trainen naar goede resultaten. Naar van, weet je wel, laat alles maar even hangen. Want... Dus toen moest ik alweer, Op zo'n moment wordt natuurlijk sporten wel onbelangrijk. Ja, best wel. Voor mij tenminste. Ik bedoel, ik sportte nog wel, maar ik was meer verdrietig en emotioneel dan dat ik echt bezig met mijn trainingen was. En toen werd jouw zoontje werd ook nog ziek? Ja, dat was het jaar daarvoor. Toen is mijn zoontje, heeft toen 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Die had een salmonellenbacterie opgelopen. En als gevolg daarvan was hij in shock geraakt. Dus toen is hij ook, hebben ze ook moeten reanimeren in het ziekenhuis. En toen is hij wel weer bij bewustzijn gekomen. Maar dat gaat je ook gewoon niet in je koude kleren zitten. Nee. Dus toen ben ik ook 2 weken in het ziekenhuis geweest. En op en af. En gewoon nog heel veel zorgen daarna gehad. En toen had ik in 2014 een beetje een soort van gebroken seizoen ook daardoor. Dus in 2015 dus ook. Wat betekent dit allemaal voor jouw sportcarrière? Nou, dat betekende wel dat ik mijn hele winter, mijn hele voorbereiding toen de tijd, dat die, zeg maar, die is natuurlijk niet helemaal weg. Je hebt gewoon nog een bepaalde fitheid, maar dat breekt wel een soort van je seizoen 2 maal achter elkaar op. En Dus de resultaten werden slechter? Ja, ik denk niet zozeer slechter. Ik denk gewoon meer dat je hebt gewoon zelf het gevoel als atleet, ik wil gewoon niet de schuld geven aan externe factoren. Kijk, dingen... Je bent gewoon mens, dus er kan van alles gebeuren in je leven. En als het gebeurt, dan moet je er gewoon mee omgaan. Wat deden NOC en NSF op dat moment? Daar kreeg jij je salaris van? Ja, klopt. Toen... daardoor heb ik dus een meetmoment gemist, zo noemden ze dat.
En daar staat gewoon in de regels dat als je dat mis en je voldoet niet aan de eisen, dat je uit het... dan krijg je zeg maar geen loon meer. Dus dat zou dan een gevolg zijn als ik door was gegaan alleen. Ja. Dus dat ik geen salaris meer kreeg en minder ondersteuning. En dan, ja, dat is best lastig. Net moment gemist, ja, geen salaris meer. Geen salaris klaar. Klinkt wel ijskoud voor een team dat Team NL wil heten. Dat met z'n allen voor de topsport. Iemand die ja, dit meemaakt. Best wel dramatische dingen die ja, niet normaal zijn. Dat ze ja, dan in één keer gewoon je salaris stoppen. Ja. Nee, wat vind je daarvan? Nou, ik zelf vond dat natuurlijk wel... ik schrok daar zelf ook wel van. Ik dacht bij mezelf van, oh, weet je wel... Het is zo kil. Ja, het is best wel, want het jaar daarvoor roeide ik gewoon de hele finale in de skif. Ik heb een Nederlands record gevaren. Ik had brons op het EK. Ik haalde best wel goede resultaten. En als je dan een keer zeg maar minder presteert om er dan zo hard op afgerekend te worden, dat komt best wel binnen. Ook vooral als je zoontje daar in het ziekenhuis ligt 2 weken of je vader overlijdt. Dan denk je echt van, ja, het zijn geen misselijke momenten. Dus je voelt jezelf wel een beetje tekort gedaan. Je denkt van, oké, werkt het systeem dus zo blijkbaar. Dus ja, dan ben je daar natuurlijk ook een beetje boos over en teleurgesteld. En dan moet je dan ook maar weer mee omzien te gaan. De toekomst. Want dat lichaam is er nog steeds. Die potentie voor gouden medaille, die zit hier. Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je die gouden medaille haalt? Of in ieder geval een ja, kijk, je weet natuurlijk nooit... Je hebt natuurlijk zeg maar je voorbereiding, je training en je wedstrijden heb je natuurlijk altijd zelf in de hand. Alleen... Met pech heb je ook genoeg gehad? Dat ga je Nee, natuurlijk. Je hebt altijd alles zelf in de hand. Het is gewoon, je moet zelf ervoor zorgen dat je er staat en dat je goed genoeg bent. En je moet gewoon jezelf in de spiegel kunnen aankijken van oké, ik heb er alles aan gedaan deze 4 jaar. En ik ben helemaal tot het einde gegaan en dit is het resultaat. Ja. En hoe je daarvoor gaat zorgen, dat is natuurlijk... Ja, je komt soms natuurlijk dingen tegen waar je niks aan kan doen. Nee. Ik hoop alsnog dat je een medaille wint. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel.